Oh, you guys funny? Yeah. That's funny, huh? Yeah. Let me tell you something. Welke profvoetballer was jij vroeger op het pleintje? Goeie vraag. Toch wel de Ronaldo. De echte Ronaldo. Oh, lekker hoor. Lekker hoor. Oh. Ella! FIFA, PES of speel je geen games? Ik speel wel games, maar ik speel vechtspellen. Assist of een doelpunt? Doelpunt. Hey Lee! Heb je wel eens een verse panna of een nutmeg gekregen? Jawel. Vroeger op straat maakte je teams. Werd je wel eens als laatste gekozen? Dat is voor vandaag. Nee joh, ik ben altijd als eerste gekozen. Die ga je nog een keer doen. Wat was dat? Dat is intuïtie. Dat is die. Als er één vraag is waar je op terug mag komen, die je meer wilt toelichten, welke vraag is dat? Ik denk toch wel de panna. De panna. De panna die je hebt gekregen? Ja, tuurlijk. Ja. Soms moet je incasseren. Hè? Soms moet je uitdelen en incasseren. Maar ja, ik schaam me er niet voor. Maar, Op het veld of op het pleintje? Was op het veld, maar was wel van een grote speler. Dus. En dat was? Pirlo. Dus dat accepteer ik hem. En als het geen Pirlo was, dan heb je echt een slechte dag. Dan heb je wel een probleem, ja. Welke wedstrijd was dat? Juventus-Inter. Hoe ging die panna precies? ik ben jou. Jij bent Pirlo. Oké, ik ben Pirlo, hè. Maar echt, ik was echt fel. Je dacht klaar, Pirlo, deze bal is voor mij. Ja, probleem. Oké. Dus op die manier moet ik komen aanrennen? Ja, dus met een beetje met je benen open, toch? Oké. Dus hij krijgt die bal zo. Hij krijgt hem en hij speelt hem door mijn benen, rustig. Gewoon alsof er niks aan de hand is. Ja, maar ik liep nog 2 meter door, dacht van nee, niks aan de hand, gewoon doorlopen. Ja, maar ja. Toch wel van de maestro, hoor. Is wel, ja. Top speler. Luc, daar is een bord. De 14 regels van Johan Cruijff. Ja. Ieder Cruijffkort heeft dat. Noem 2 regels die jou het meest aanspreken. En vertel ook waarom. Sowieso de techniek. Techniek is toch wel, ja, brengt iets extra's natuurlijk. Als je aanname ook altijd goed is, dan kan je vervolg geven aan het spel ook. Dat is voor jou vooral techniek? Ja, alleen op de aannemen ook? De aannemen, ja. Aanname. Aanname, sorry. Komt ermee. En... Ja, uiteindelijk ook respect, denk ik. Op het pleintje is meestal toch wel, ja, heb je toch wel een beetje straatmentaliteit van, ja, niemand gaat me voorbij en dat soort dingen. En dan wordt het soms hard tegen hard, maar uiteindelijk moet je wel respect voor elkaar blijven hebben. Well easy. Well easy. Easy. Wat? Hey! Check. Jij bent een ster en ik heb een sterretje bij me. Op het moment dat ik dit sterretje aansteek, zolang het sterretje brandt, moet jij vertellen wat je van deze persoon vindt.
Dus mijn idool, zeg maar. Nee, ik ga de naam noemen. Oh, zeer betrouwbare bron weet ik wie jij heel erg goed vindt. Oké. Okay. Vertel het maar dat moet eerst aan, hè? Ja. Robin van Persie. Dus nu moet ik alles vertellen over Robin van Persie? In de camera. Zo, hey, soef. Ja, ik vind Robin een goede speler. En ik bewonder zijn talent en zijn kwaliteit natuurlijk, wat hij laat zien op het veld. En ik leer veel van zo'n speler natuurlijk. En vooral bij Manchester in het begin, vooral zijn loopacties en het afwerken van hem vind ik wat een topspits inhoudt. En hij is bijna klaar. Hij is klaar, zo. Right. Al dus, Luc Castaños, bedankt voor het kijken. Voor nu zeg ik adios, bye bye, amigos. Ciao. Next. Ben je klaar voor Nutmeg Incognito? Ja. 3, 2, 1, go! It's showtime, folks! Hey. Ah! Rustig. Rustig. Meg. What do you think? About what? This look like a nice place? No, not really. Think you'd like to live here? Yeah!